Mijn naam is Nicole Hubers. Ik ben verantwoordelijk voor alle horeca in het hele Openluchtmuseum. Een museum met 44 hectare, waarbinnen we 10 horecaconcepten hebben. Er zijn er een aantal gethematiseerd, een aantal zijn wat strakker en moderner, zoals dit concept waar we nu zijn. We hebben, en dat is ook het mooie in de samenwerking met Douwe Egberts, dat we per concept bekijken welk koffieconcept past daar nu het beste bij. Nou, ik durf wel te zeggen dat we de concepten ook naar een hoger niveau tillen qua uitstraling en vooral koffiebeleving. Dat was ook wel de zoektocht naar onze vorige leverancier, wat toch meer echt een leverancier was. Zochten we echt een partner. Dus hoe kan een partner ons nu versterken? En uiteindelijk hadden we met Jacob Douwe Egberts de beste klik. Inhoudelijk ook de beste samenwerking. Echt een partnership. Dus samen bekijken naar kansen en mogelijkheden. We doen ook de barista trainingen. We doen allerlei trendtours. We worden uitgenodigd voor evenementen. Dus al met al is het een heel breed pakket aan inspiratie, aan kennis, aan ontwikkeling. Waar ook mijn afdeling horeca dus ook beter van wordt. We zijn met een aantal collega's hier uit het museum regelmatig in Utrecht geweest, ook in het Experience Center. Om daar ook te proeven en te voelen en te zien van wat is er dan allemaal mogelijk. Op het gebied van duurzaamheid. Nou, we zijn letterlijk met de duurzaamheidsmanager zijn wij in gesprek om ook te kijken van wat gebeurt er dan in die hele koffiebonenwereld. Nou, uiteindelijk hebben wij voor Jacobs Douwe Egberts als koffiepartner gekozen. Omdat het enerzijds het goede gevoel is, de mensen, persoonlijke aandacht. Maar ook zeker de inhoudelijke adviezen, het goede plan wat er stond. En vooral wat ik heel erg voel is een bepaalde drive, een bepaalde passie. Gewoon samen iets willen creëren. Echt een partnership. En dat partnership dat ervaar ik en voel ik heel sterk. En dat heel blij dat we die keuze gemaakt hebben.